Na 4 weken vakantie starten we onze 72e aflevering Shelly's Inspiration vanuit Rotterdam, Nederland. De komende weken zullen we verschillende gesprekken hebben met Stramangs in diaspora en hart hebben voor Suriname. De gast voor vandaag is Enrico Karrig. Hij heeft een brede ontwikkeling genoten, onder meer als digital engineer, docent Engels, theoloog en life coach. Momenteel werkt hij als kerkbestuurder en interim predikant bij de kerkgenootschap der Zevenerdaagse Adventisten in Nederland. Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt de Heere voor wie ontzag voor hem hebben. Psalm 103, vers 13. Welkom Enrico, je bent mijn eerste gast vanuit Rotterdam. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik ken je langer en je hebt ook het huwelijk van mijn dochter ingezegend. Je hart is Suriname. Vertel. Absoluut. Ik ben geboren in Suriname in een goed bouwjaar, 1982. En ik ben opgegroeid in destijds, het heette Binnenspark 2. En nu heet het gewoon Binnenspark. En in mijn tijd, toen ik daar opgroeide, waren het vooral zandwegen. Maar toen ik in 2019, na lange tijd, weer terugging naar Suriname, om Suriname te herontdekken, zag ik dat Binnenspark vooral geasfalteerd was. Mm-hmm. En ik herkende ook heel veel dingen niet terug uit mijn kinderjaren, maar ook weer wel. Suriname is gewoon onderdeel van wie ik ben. En zonder Suriname zou ik er niet zijn. Mooi, mooi, heel mooi. Maar ik heb je uitgenodigd in verband met Vaderdag. Omdat ik weet dat je een zeer bevlogen vader bent. Dat klopt. Ik probeer gewoon lekker mee te doen. Ik heb 3 prachtige meiden. Mm-hmm. Energiek ook. En soms ook pittig. Voordat ik vader werd en een jongetje van 17 was en ik trok rond in het leven, had ik altijd het idee dat ik een zoon zou krijgen. Dus al mijn ideeën over het vaderschap en hoe ik als vader zou gaan handelen, waren in connectie met het hebben van een zoon. Maar God heeft een apart soort humor, denk ik altijd. En hij heeft me 3 dochters gegeven. Maar ik heb er absoluut geen spijt van. Ik doe lekker met ze mee. Ik probeer ook de verbinding met ze te vinden in hun denkwereld waar ze zijn. En op die manier probeer ik ook die bevlogen vader te blijven voor ze. En ook gewoon ervoor ze te zijn. Ik wil dat mijn dochters opgroeien met het idee van, hé, mijn vader was er voor me. Mijn vader was mijn best friend. Mijn vader was degene naar wie ik ging als ik ergens mee zat. Mijn vertrouwenspersoon. En dat probeer ik gewoon met hun te bereiken. Ik doe mijn best. Ik maak mijn fouten als vader. Allemaal. Jazeker, maar ik doe mijn best. En dat is heel erg nodig. Dus ik ben heel erg blij als ik dit zo hoor. Een goed voorbeeld voor de jonge vaders. Tegenwoordig, ja toch? Want het is heel erg nodig. Ja. Welke, als je jezelf mocht omschrijven, welke 3 kernwoorden zou je dan gebruiken daarvoor? Nou ja, we hebben het al over bevlogen gehad. Uh-huh. Dus ik ben zeker een bevlogen vader. Uh-huh. Maar ik ben ook een betrokken vader. En ik geniet er ook van om betrokken te zijn. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld, ik vind het ook leuk om ze 's ochtends klaar te maken voor school. Ik vind het leuk om ze naar zwemles te brengen. Ik vind het ook leuk om ze naar kickboxlessen te brengen. En ik vind het ook belangrijk, ze groeien op als 3 dames. En het is niet fraai, maar de realiteit is wel dat de wereld voor een vrouw vaak ook extra uitdagingen met zich meebrengt. En ik wil toch ergens het idee hebben dat ik mijn best heb gedaan om hun zover te krijgen dat ze ook voor hunzelf kunnen opkomen. Dat ze zichzelf kunnen verdedigen. Maar ook in dat sporten, dat ze in een goede conditie komen. En dat ze ook met weerstand leren omgaan. Dus daarom heb ik ze ook op kickboxlessen gezet. Mm-hmm. En ik geniet ervan om ze te brengen. Ze zijn niet altijd even blij en gelukkig, want ze hebben soms gewoon zin om lekker op hun game te gaan zitten. Hè? Van,
papa, ik wil helemaal niet naar kickboxlessen gaan. En dan moet ik ze wel eventjes die extra push geven. Maar later gaan ze me dankbaar zijn. Oké, okay. Het is heel belangrijk, die aandacht, hè. Ik denk dat jij zeker een boodschap hebt of advies voor de jonge vaders en vooral voor de vaders in Suriname. Ik zou zeggen, wees betrokken. 30 jaar geleden heeft een gerenommeerde kinderpsycholoog, Michael Lam, heel veel onderzoeken gedaan naar de effecten van betrokken vaderschap. En uit zijn onderzoeken blijkt dat vaders die betrokken zijn, niet alleen bij de opvoeding, maar bij het leven in zijn geheel van hun kinderen, dat die kinderen later opgroeien met verhoogde kansen op succes in het leven. Hun motoriek is beter ontwikkeld. Hun hersencapaciteiten is beter ontwikkeld. En ze zijn veel meer in staat om op een gezonde manier een persoonlijkheidsontwikkeling op een goede, gezonde manier te doorlopen. Wat voor invloed heeft het vaderschap op jou gehad? Ik ben pas in een vrij laat stadium ben ik me bewust geworden van het belang van mijn vaderschap, van mijn betrokkenheid bij het opgroeien van mijn kinderen. Mm-hmm. Omdat als jonge vader rol je vaak in die vastgestelde gewoonten van, vader is bezig met werk zoeken, kostwinnaar en noem maar op. En moeder die is thuis met de kinderen. Maar dat zijn van die vastgeroeste idealen en normen die eigenlijk, we weten nu beter. We weten nu uit velelei onderzoeken dat zo'n rolverdeling eigenlijk niet meer werkt. En vanaf het moment dat ik dus een betrokken vader werd, althans dat ik zelf voor mezelf het idee had van oké, ik ga nu echt nadrukkelijk en bewust betrokken zijn bij de ontwikkeling van mijn kinderen en hun leven in het algemeen. Het confronteerde mij met mezelf. Mm-hmm. Mijn dochters, mijn kinderen, bleken toch een enorme spiegel te zijn voor wie en wat ik ben en hoe ik doe. Dat was confronterend. En soms zie ik ze ook spelen, dan gaan ze me nadoen. En denk ik, hey, wacht even, kom ik echt zo over? Dus uiteindelijk, omdat zij dus die enorme spiegel vormen, dat jou als ouder wordt voorgehouden, kun je er je voordeel uit doen. Het helpt je om te kijken naar jezelf. Jij als persoon. En waar dus de verbeterpunten liggen. Mm-hmm. En ook wat je dus leuk doet. Hè? Want kinderen zijn zo eerlijk. Ze benoemen het. Bijvoorbeeld dingen die je leuk doet. Papa, je bent sterk hoor. Mm-hmm. Papa, je kan lekkere nasi maken hoor. Dus dat soort ja, dingen. Ja, ja. Dus dat zijn die leuke kanten. Maar ze geven je ook een inkijkje in de blinde vlekken die je hebt. Nou, een van de dingen waar mijn oudste dochter me mee had geconfronteerd, is dat ik heel veel tijd besteedde aan mijn werk. Maar er was een moment dat ik alleen met mijn oudste dochter in de auto aan het rijden was. Ik weet nou niet of ik haar ergens naartoe bracht of naar een feestje van een vriendin. Ik weet het niet meer. Maar toen maakte ze de opmerking, ja, maar papa, je bent altijd met je werk bezig, ddus ik weet niet of je gaat doen wat je hebt gezegd, had er iets beloofd, ik zou iets doen. Mm-hmm. Toen dacht ik, hey, wacht even. Hey, alarm. Alarm fase 1. Mm-hmm. Mijn dochter zegt tegen me, ja, maar je bent altijd met je werk bezig. Dat was toch even een wake-up call. En op het moment dat mijn dochter dat zei, dacht ik, hey, wacht even. En ik ben nagegaan van, klopt het wel wat ze zegt? En inderdaad, ik was ontzettend veel tijd kwijt aan mijn werk. Mm-hmm. En ik kwam nog meer tegen waar ik me diep voor schaam. Mm. Ik kwam achter dat ik ze bepaalde beloftes heb gedaan. En ik kwam erachter dat ik me toch een paar keren niet aan mijn woord heb gehouden. En ik denk zelf dat we zo druk bezig zijn met onze omgeving, dat we soms thuis vergeten. Ja, zij trekken gewoon op tijd aan de bel. Ja, ja, ja. En ook daar kun je voordeel mee doen. Mm-hmm. Maar vooral, dat is het effect van kinderen hebben. Mm-hmm. Daarom is het heel belangrijk dat we eerst gaan bezinnen voordat we beginnen aan kinderen.
Als ik vanuit mijn eigen ervaring mag spreken, kort na mijn huwelijk wilde ik heel snel beginnen aan kinderen. Je bent bezig met een lijstje af te werken, zoals de bigisma eleri. Mm-hmm. Snel een vrouw vinden en als je een vrouw bent, snel een man vinden. Snel trouwen, snel aan het gezinsleven beginnen. Maar achteraf gezien had ik me iets meer moeten verdiepen op wat het inhoudt om vader te zijn. Ik heb gezien hoe mijn ouders het hebben gedaan. Die hebben een uitstekende job gedaan, trouwens. Ik bedank ze naarmate ik ouder word steeds meer. Naarmate je ouder wordt ga je steeds meer beseffen en inzien. Hè? Maar dat ouderschap, daar moet je goed op voorbereid zijn. Als ik heel open naar jou toe mag zijn, ik was er onvoldoende voorbereid op. Ik had ook onvoldoende inzicht in wat het van je eist. Maar door schade en schande word je wijs. Zo is dat. Ik ben blij dat ik uiteindelijk toch ook door mijn eigen kinderen erop gewezen ben welke dwalingen ik maakte. En dan heb je ook de kans om te gaan herstellen, gelukkig. Mm-hmm. Hoe zou je het dan, als je het opnieuw moet doen, hoe zou je het dan doen? Natuurlijk ook als een advies naar de mannen, jonge mannen toe. Ja. Nou ja, wat ik nu zou doen als ik opnieuw zou mogen beginnen, is ervoor zorgen dat ik mijn studie af heb, een vaste baan heb, weet wat ik wil doen in het leven, zodat ik niet, terwijl ik één of meer kinderen thuis heb, nog steeds bezig ben met het zoeken naar wat ik wil in het leven, wat ik belangrijk vind in het leven. Ik zou het andersom doen. En waarom? Dan heb je genoeg tijd om te stoppen in de opvoeding en de betrokkenheid bij het opgroeien van je kind. Enrico, je bent kerkbestuurder en ad interim predikant. Dat klopt. Hoe zie je God als vader? Wat is het godsbeeld dat we hebben binnen het christendom? Heel vaak zijn mensen kritisch over het godsbeeld binnen het christendom. En dan hebben ze het over, ja, de Bijbel is zo patriarchaal, zeggen ze dan. Ik weet niet of ik het woord goed heb uitgesproken, hoor. Ik struikel altijd. Nee, geef het niet. Maar dat is dus niet zo. Hè? Mm-hmm. Althans, ik zou willen pleiten dat het anders ligt. God als liefdevolle vader is een voorbeeld voor ouders in het algemeen. Het feit dat de Bijbel spreekt over God als vader, zegt al iets over de relatie van hem of haar. In sommige gedeeltes wordt er ook wel gehint naar God als een vrouw, een barende vrouw nog erbij. Maar dat zegt iets over de relatie tussen God en de mens. Mm-hmm. Het is dat van een liefdevolle band tussen schepper en de mens. God als vader is vooral voor mij, als ik vanuit mezelf spreek, een persoon waar je naartoe stapt. En binnen ons kerkgenootschap spreken we ook over God als een drie persoonlijkheid, de drie eenheid. Maar God als persoon is iemand waar je naartoe gaat wanneer je nergens anders heen kan. God als vader is de persoon voor mij die weet welke interne battles ik aan het voeren ben en ik niet over kan praten met een mens. En vanuit daar zie ik ook wel, vanuit mijn eigen ervaring met God als vader ook, hè? Ik heb een biologische vader, een goede vader ook, maar God als vader heb ik op die manier voor de onderwerpen en de battles waar ik met niemand over kan praten. Enrico, de tijd zit erop, maar het is heel mooi om op die manier te eindigen met de God als vader. Absoluut. Hartstikke bedankt. Ik wens jou en alle vaders een hele fijne vaderdag. Tot de volgende week. En met Gods genade kunnen we zeggen, Sernasa, Willy.